We zijn er! Yay! Nou, ik heb al eten. Dit is dus ossaaspuntjes. Ja, mensen, we zijn onderweg naar het wereldrestaurant Samen. Ja, daar gaan we lekker uit eten. En dat zei ik net al tegen Roderick. Ik vind het toch wel een beetje spannend. Waarom weet ik niet, maar... Nou ja, ik weet het wel, maar ik praat er niet liever niet over. Vooral niet in de vlogs. Wat heeft in de tijd weer? Voor het eerst weer in 2,5 maand tijd ga je gewoon weer uit eten met de nieuwe richtlijnen om het zo maar dan even zo te zeggen. Dus ja, het is wel rustig, want het is maar 30 personen wat gewoon binnen mag. Qua klanten. Dus ja, dan ga je toch wel even anders met een ander gevoel daar naartoe. Maar het is wel wat rustiger. Zo, het is lekker zon in mijn mic. Lekker. Dus ja, het is ook wat rustiger vloggen voor mij, hoop ik. Voor ons. Dus ja, het is maar even de vraag van wat wij gezellig krijgen op ons bordje. Dus ik ben benieuwd. En ik hoop jullie ook. Dus alsnog heel veel kijkplezier gewenst.
we zijn er! Yay! Joepie! Jo, dat kon. Zo, en we zijn er. We zijn er weer. Ja, dat is mooi. En waar zijn we? Inderdaad. Bij hotel, restaurant en bij hotel en casino. Samen en bij Riva Hotel. Oh, jij gaat die kant op. Ja, is ook best. Ja. Huh? 1,5 meter, de hypotheker. Ja. Nou, wij gaan gewoon lekker naar binnen. En we gaan vloggen, dus dat scheelt weer. Ja. Nee, lief. Gewoon lief hier langs. Niet daar. Ja, dat is best. Houd afstand. Precies. Nou, dat doen we wel. Lijfboom. Ja, een lijfboom. Dat is echt wel lekker. Is ook dingen vernieuwd? Ja, daar zit ik even nu van na te kijken. Heel veel doosjes. Het ruikt wel weer lekker. Even die kant staan, maar ik kan dat ding er even. Ja. Wat heb jij? Applaus. Ja, en wat heb ik? Weer lekker rode wijn. Heb je er zin in? Zeker wel. Cheers. Mooi. Cheers. Yes. Wat ik wil hebben, dat is eerst de warme, hè? Ik wil sowieso Oscarspuntjes. Een biefstuk. En een kippendij. En dan inderdaad, even kijken. Even kijken hoor. Ja. Ja, dat is deel 1. Deel 1. Het verhaalste punt is 13. Yep. Is 13. En de kippenbij? Is 6. Het is handig, hè? Als je dus zelf moet gaan opschrijven, is leuk. Wat je dus normaal hier dus gewoon zelf kan opdienen. Dus nu is het gewoon even anders. Maar ik vind het wel een leuk concept, hoe ze het nu zelf hebben gedaan. Nee. Jij? En mayonaise. Zoete aardappelfriet. Dat is 35. En aardappelkroketjes 32. Zullen we dat eerst maar even. Dan denk ik dat we aardig wat hebben. Ja, en wat. Nee, nog niet. Ik zit vast nog. Nou, en wat de rode zon heeft, dat is dit. Ik weet niet of het scherp wordt gesteld, maar dat wordt wel hoog. Dit is in principe van mij, met hierbij. En dan inderdaad even kijken, mag ik even jouw pennetje, wat ik al heb, dat is ossehaas, kippendij, biefstuk, saus heb ik al, aardappelkroketjes heb ik ook al besteld, nou nog en nog niet besteld, die heb ik al besteld. En dan hebben we, even kijken, wat hebben we nog meer, zo, dat is allemaal koud. Oké. En dan wou ik ook nog even een kipnuggets erbij. Kipnuggets, ja. Lijkt me lekker.
Jep. Nou, dus dat. En nu is het wachten totdat onze grote vriendin weer komt, hè? Maar ik vind het wel jammer dat je dus niet meer lopend buffet hebt. Kijk, dan kan je dit doen. Nee, omdat ze weer weglopen, dat weet ik niet. Dus, maar ja, het is wel een leuk concept hoe ze het hebben nu, toch? Hoe denk jij erover? Ja, het is wel interessant. Ja, is... Even iets harder praten. Het is wel interessant, maar goed, er zijn een hoop lege tafels, die moeten ertussen zitten. Ja. Ja, en volgende maand is het hoop ik 100 personen, dus dan is het ook echt wel weer dat wij hier deze kant op gaan. Dat drukker is, ja. Ja, en waarschijnlijk dan ook wel weer met die 1,5 meter. Maar ik kan dus nou even gewoon niet hier filmen, maar dat maakt niet uit. Het gaat even om ons, hoe wij het ook gewoon ervaren op deze 1,5 meter. Dus we komen zo meteen gewoon weer gezellig bij je terug. Nou, ik heb al eten. Dit is dus ossaaspuntjes. Dit is kippendij. En dit is het biefstuk. En waar zal ik mee beginnen, schat? Met het biefstuk. Met het biefstuk. Nou, je hoort dat. Ik ga met het biefstuk beginnen. Jij hebt nog helemaal niks. Nog niet. Oh, wat erg. Heel zielig. Ja, zielig, hè, ben jij. Ja. Alleen je hebt de zon in je... Ja, dat zou ik altijd doen, ja. Handig. Zo, nou, Roderick heeft dus gezegd dat ik met het biefstuk moet gaan beginnen. Dus dan ga ik dat lekker doen. Waarom? Hartstikke idee. Ik ga niet moeder doen. Leuk. Gewoon lekker, alles lekker op één bord. Waarom ook niet? Scheelt weer. Lekker alles eerst lekker op één bord doen. Hoe merk je niet, hè, maar je hebt trek. Eten. Zo, en nu heb ik nog maar... Twee borden op dit moment. Dat is nu een biefstuk bakje. Ik krijg straks een eentje van mij. Alleen ze hebben hem doorgebakken. Kijk dan maar. Proeven. Nee, lekker. Wil je proeven? Biefstuk en me dan niet helemaal doorgepakt. Ja, die is zo, ja. Ja, dat wil ik. Wil je nog eentje mee, Priya? Ja, maar twee. Nog twee, ja. Ik heb gewoon lekker van Roderick. Leuk. Deze is nog hard wat. Prima. 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 Nee. Nee, is jou. Hoi, Dick. Zo, kom jij even. Mis ik nu even, maar... Een aardappelkroketje. Mag nog twee appels hebben? Alsjeblieft, meis. Zeg gewoon even echt... Alles eigenlijk. Oh. Alle sausjes. Alles. Ga even voor bekijken.
Zeg maar jou om uit, zeg mij. Ja. Okay. Lekker. Het is lekker. Het is een beetje zoet. Lekker hè? Lekker. Ja, ik mag mijn stokjes eten. Kijk, stokjes. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Heerlijk. Ik ga dit ook maken. Even mijn zoete aardappel. Dat is lekker. Wat is dit? Wij gaan even eten. Nou, de drinken zit er gewoon bij in, onbeperkt. Dus dat is wel lekker. Ook gewoon wijn en appelsap, wat je maar wil hebben. Hun halen het voor je. Je krijgt dus nu tegenwoordig ook een klaplok waar je dus je bestelling op moet schrijven. Neem hun mee, gaan hun dus naar de keuken waar het allemaal wordt bereid. Je mag eigenlijk dus in principe niet nu van je tafel af. Ik zal even draaien zodat Roderick er ook op zit. Roderick is lekker aan de appelsap, ik zit lekker aan de wijn. En wat is nog meer? Koude dingen, warme dingen, die mag niet op hetzelfde lijst. Het liefst een apart richting. Ja, maar die carpaccio en dat is sowieso koud. Maar maakt niet uit, maakt echt niet uit. Maakt niet uit. Wat denk je, wat doen we het liefst, maar als het eenmaal zo is, ja, jammer dan. Als je er even trek in hebt, kan gebeuren. Maar het liefst, inderdaad, warm en koud op een apart briefje. En wij, wat hetzelfde, pak ik weer. Wat wij dus doen, wij hebben dus nu tafel 20, dat ze ook in je tafel met op schrijven. Zodat ze het makkelijker weer kunnen vinden. Want we lopen nu naar de tafelstoel om dus de dingen te brengen. Dat is wel fijn, maar ik denk wat Rut wil, dat wij dus als burgers weer wat meer met elkaar gaan praten. Dat is wat ik denk. Daarom is ook die 1,5 meter en ook dus die, ja, hè, dat, en dat je dus toch contact krijgt, want net zoals mevrouw hier aan de overkant. Die is dan lekker warm, denk ik, schat. Ja, die is warm dus. Ja, dat is mooi. Nee, maar mevrouw aan de overkant en die ging dus een bestelling plaatsen. Die zei al van ja, maar die mensen die vinden het ook lekker. Dus nou, ja, dat is leuk, weet je. En dan krijg je toch wel weer een soort van connectie van joh, hey, dat is leuk. En dan ga je toch weer praten, et cetera. Dus ja, hè? Maar hoe ervaar jij het nu? Vertel, en wat ja, het duidelijk. Ja, het is wat rustiger. Ja. Nu dus gezelliger, meer contact met iedereen. Yep. Heb je anders niet dat allemaal door elkaar heen? Klopt. En je wordt niet bediend, dat is ook wel heel grappig. Heel, ja. En dan eigenlijk in een restaurant en waar lopend buffet is, wordt dus je nou gewoon bediend. Nou, dat is gewoon zo, deze toko niet samen. Maar het is wel eventjes, ja, even op dit moment wel even leuk en even fijn. Maar er is sowieso al 3 medewerkers die ons fijn vinden om ons gewoon sowieso weer te zien. Dus dat maakt hem ook gewoon weer leuk. En de tafel hiernaast weet en dat we vloggen, dus dat is ook wel weer leuk. Dus ja, het komt helemaal weer goed. En ik heb er vertrouwen in. En dan sowieso over een maand, als het weer met 100 personen mag, gaan we hier sowieso weer gewoon naartoe. Klaar, punt. Is wat? Ja. Dus ik zeg mensen, proost. En geniet gewoon lekker van je avond. Nou, ik heb net aan de, ja wat is het, filiaalmanager gevraagd of ik hier dus mag filmen van hoe rustig het is. Ik mag niet de gasten filmen, maar dat is logisch, maar dat zal ik ook niet doen. Maar ik mag dus nu zo gewoon lopen. Dat is heel spannend. Een hele rare en gewaarwording om toch te mogen lopen door eigenlijk een heel stil restaurant. Dus ik hoop wel dat jullie ervan kunnen genieten met hoe en wat ik zo meteen ga filmen. Wat en wat. Nou, het is hier dus dood. Daar is rustig.
Nou, normaal dan loopt het hier helemaal vol. Nou, hier is het rustig. Nou, daar is het rustig. Helemaal niemand. Ja, ik mag nu even tussen doorheen, alleen ik mag jullie en de gasten niet filmen. Nou, het is hier ook dood. Eventjes een paar mensen daar, maar dan ga ik zo meteen filmen. Daar een paar. Oh nee. Lekker zonnetje. Het is daar helemaal rustig. Het is hier dus normaal afgeladen vol. Het is hier helemaal rustig. Normaal kan je hier dus door helemaal doorheen lopen, zoals jullie wel weten. Nou, normaal staat het hier helemaal vol met mensen. Nou, het is ook gewoon een dode bedoeling hier. Lastig, het is normaal heel druk hier. Heel druk. Het is hier echt gewoon niks aan op dit moment. Wat een rust. Kun je nagaan. Nou, en normaal zitten we dus hier. Maar dat mag dus nu niet. Nope. Helemaal rustig. Echt helemaal niks. Kijk. Hier. Ja. Dit is dus nu hoe het eruit ziet. En dit heet dus de lampion. Nou ja, je ziet het. Het is gewoon dood. Niks. Normaal is het hier onwijs druk. En nu is het heel rustig. Zie je nog wat, maar voor de rest helemaal niks. En hier een beetje, maar voor de rest helemaal niks, mensen. Echt. Het is zo triest. Het is gewoon triest voor woorden. Maar ik ga nou weer dus lekker naar rood toe. Dit is dus de aardappelgratin, daar was Roderick mee bezig. Dit is Babi Spek en dat is Babi Pangang. Yep. En dat is ook wat hij heeft besteld, dus ik wens hem zo meteen eet smakelijk. En dit is dus appelsap, en dit is dus ketchup en dit is mayonaise. En ik heb dus nu lekker niks. Nee, ik kan lekker niet. Oh, dat is zielig. Nou, ik heb ook lekker eten. Dit is zalm, twee keer. En gamba's, lekker. Ik zeg, eet smakelijk. Nou, schat, weer even een kleine update. Hoe vind je het, hoe ze het hier allemaal doen? En sowieso onze vriendin, en die doet het gewoon heel goed. Sowieso. Maar vertel. En want jij hebt nu in één keer heel veel, zei je. Ja. Lekker salm. Ja? Kijk, en mager vlees moet hebben. Krijg je een heel bord vol, man. Als het nou halveren, dan is het oké, prima. En niet lopen? Oh nee, mag niet. Nee. Ja, even moe me zo af en toe met de andere tafel. Dat mag. Ik vind het zo leuk. Alleen ik heb mogen lopen met door het hele restaurant heen. Want ik heb zelfs de wokken en gedeelte meegenomen. Zo leuk. Zo leuk wel. Dit is en die is gewoon zo niet leuk. Echt niet. Dit aan zeg al, dit is zo niet leuk.
Ja. En zo heb je wel meerdere en restaurants waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja, goed, de rente tenminste open. Mm-hmm. Dat is één ding wat zeker is, ja. En ze gaan zich hopelijk allemaal abonneren op mij, toch? Of moet je ook nog mijn naam hebben? Oké, okay, maar moet je hem ook nog even hebben? Oké. Okay. Dat is mosselen? Of? Nee, dat is vlees. Tafel 20. Oké. Okay. Maar wat voor vlees? Dat is even de vraag. Dan denk ik voor jou. Dan denk ik voor jou. Atjam ketchup. Denk ik dan wel. Want dat ziet eruit naar ketchup saus. Lekker. Is lekker? Dit is erg lekker. Die is erg lekker. Maar wil je nog en dat ik hem gewoon even opschrijf voor jou? Of? Oké, okay, mooi. Scheelt weer. Oké, okay, top. Yes. Ja, ik denk, vraag het maar even. Nee. Dat is altijd handig. Je gaat gambas bakken. En dan nog met het velletje eraan. Hè. En dan mag je gewoon eigenlijk lekker uit je handjes. Waarom doe ik het ook niet? Toch? Nee, maar echt, deze restauranten die stijgt boven alles. Vooral hier in het Zuid-Holland. Op het moment stijgen ze echt boven ja, alles wat wij al hebben gezien. Zoals Gouden en Soetermeer. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ja, vooral die in de regio. Shanna-Jan. De wat? Wie? Shanna-Jan. Wat is dat? Soetermeer. Oh, daarbij. Ja, oké, okay, daar. Ja, met die scherpe sambal. Ja. Nou, en breek me de bek daar niet van open. Want ik ben blij en dat die er ook gewoon inderdaad niet meer is. Maar lik met je handen. Gamba. Mmm. Lekker. Ja, voor jou ja, Ilo, maar voor mij niet. Ik heb er nog twee. Genade. We hebben nog een half uur, hè? Oké. Tot met 10 uur. Dat is lekker. Ik heb peuzelen. Lekker man, heel erg lekker. Nee. Zit je vol, schat? Je hebt nog wat en besteld, hè? Ja. Jij besteld. Ja, dat is goed voor jou. En je eet zo wat een halve week niet. En mijn man die heeft ook zoiets van kreeg. En wat doe je me aan? Ja, schat, bijna wel. Ja. Ik ga even lekker naar de wc. Ja, moet ook gebeuren. Want Roderick is niet lekker, maar ik weet ook hoe dat komt. Normaal is het dus inderdaad een lopende vet. Dat is het dus nu dus niet. Dus ja, dan wordt er voor je gewoon voor je opgeschept. En dan wordt hij dus gewoon niet lekker. Maar oké, ik ga nu even naar de wc. Dit is dus de wc en bij de dames. Ja. Het is gewoon hier een balzaal, mensen. Echt. Het is hier zo mooi. Alleen die is uit.
En zelfs hier is het gewoon doodstil. Geen kind die hier speelt. Het is hier gewoon dood. Zo creepy dit. Normaal is het helemaal aan. Gewoon aan. En is het parkeerterrein helemaal vol. Het is nu niet eens vol. Het is gewoon dood. Het is gewoon dood. Het is gewoon niet meer leuk. Maar oké. Okay. We hebben wel lekker gegeten. Daar niet van. Kijk, moest je kijken hoe mooie lucht. Wauw. Nou, normaal is het, nou ja, er is hier toetje, maar niet heel veel. Allemaal stil, stil, stil. Nou, normaal staat hier gewoon vol. Het is gewoon echt helemaal niks. Op het moment. Echt, zelfs dit is gewoon leeg. Nou, daar zaten dus net mensen en daar ook. Maar die tafel, op die tafel was een stuk die kant op. Dat hebben ze nu weer aangedaan, omdat het dus een heel groot gezin was. Deze tafel was leeg, maar die volgende tafel was weer vol. En die tafel was weer leeg en daar zaten twee vrouwen en het was helemaal leeg, 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 leeg. Maar ja. Dus, maar het is hier warm aan deze kant, dus er wordt hier rekening gehouden met ons tegenwoordig. Hey schat, hoe gaat het met jou? Nou, ja, ik heb nog steeds mijn zonnebril. Je hebt dat opgekeken. Ja, ik heb het allemaal wel. Ja, vertel, hoe gaat het nou met jou? Je voelt je niet helemaal lekker. Nee, het was te warm. Ja, het koelt hier nu wel af en door de mensen die weg zijn. Bedjes wat minder. Dus, ja. Je werd hierna behoorlijk kort. Mm-hmm. Dat zit je dan toch automatisch op. Ja. Ik probeer er niet naar luisteren. Je hoort toch dat er gepraat wordt. Maar ja, wat er gezegd wordt, dat weet ik niet. Mm-hmm. En dat gaat er even in. Dan zeker in combinatie met eten dat in één keer heel veel aangeleverd wordt. Ja, heel veel. Echt heel veel. En we hebben ook een heel goed gesprek gehad met de filiaalmanager. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Want ze mogen dus gewoon nog steeds lopend buffet aanbieden. En we hebben dus geadviseerd om... Om dus 1,5 meter streep aan te brengen en twee richtingen verkeer met een tussenstoot. Dat je dus zo'n 1,5 meter van elkaar afblijft aan weerskanten van de twee balies die er zijn. En toen vroeg hij nog om... Van houden de klanten zich er wel aan. Nou, in de winkels houden klanten zich wel aan. Dus dan moeten ze hier ook wel aanhouden. Ja, maar het is wel een veilige manier. Ja, zoals jou. Ik niet aan. Nee, hier niet, nee. Ja, want we zijn hier gewoon vast geland. En ja, ik merk nou en dat deze oog een lui oog is. Kijk maar, heel goed. Deze oog, toch? En bij Henk? Een beetje lui, hè? Ja. Deze gaat altijd alles als eerst hangen. Niet allemaal dicht. Nee, dat werkt niet, want dan ga ik dubbel zien. Ja, dan ga ik heel dubbel zien, dat is niet handig. Nee, maar even voor het geval dat. Wij hebben sowieso een heel goed gesprek gehad. Ons eten is helaas weggegooid, maar ja, dat maakt niet uit, geeft niet. Maar... Ik weet niet wat dat was, maar oké. Okay. Maar wij worden wel gezien als de leukste klanten van deze hele restaurant, toch? Ja. Op dit moment nu.
Dankjewel, 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 dankjewel. Dank dankjewel. Ja, lekker. Toppie. Twee vlees. Ja, toppie, dankjewel. Weet je dat een beetje saus niet zo lekker? Nee. Dat maakt helemaal niet uit. Toppie. Je bent een engel. Maar dat wist je al wel, hè? Dankjewel, jullie ook. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dus ja, dus nee, maar ja, dit is gewoon de beste restaurant en waar we gewoon nu zitten. Klaar, punt. Het is gewoon zo. Ja. Hoe kijk jij er even nu naar? Ja, je bent even niet lekker, duizelig, door de warmte en alles. Ja, goed, maar het komt met vlagen, geloof ik. Ja, dat komt inderdaad ook met vlagen. Alleen ik mag nou niet rijden en ik mag ook niet rijden, omdat ik nog geen rijbewijs heb. Jammer, joh. Je mag drie dat ook niet rijden. Nee. Heel veel. Als ik nou aan moet gaan, stel, ik had een rijbewijs en ik had en gaan rijden, want hij zich niet lekker voelde, stel, en we worden aangehouden, en ik heb nou mijn vijfde wijntje op, nou, dan zal die wel dubbel aanslaan. Ja. Nee, dan word ik gelijk aangehouden en mag ik gelijk in een cel liggen, zitten. Mag ik gelijk bijkomen. Ja. Terwijl ik heel helder ben in mijn hoofd. Ja. Alleen het qua praten ben ik niet meer zo helder. Maar dat maakt niet. Maar we mochten nog een wijntje doen. En hij mocht een ijsje nog doen. Ja, lekker. Dus dat doen we ook. Dus dit is nog mijn laatste. Voor vandaag. Voor vandaag. Het is nu 11 uur. En de... Het restaurant is al een uur gesloten. Mm-hmm. Een uur, hè? Ja, maar we eten nu ook niks. Je denkt alleen nog je laatste wijntje. Ja. Dat is toch zonde. Mhm. Ja. Dus ja, restaurant samen. Wat geven we voor hun voor en voor een cijfer? Een 11. Nou, ik geef ze gewoon een dikke 20 plus. Nou, zelfs gewoon eigenlijk gewoon een 100 plus. 100 plus van de 100. Ja, gewoon echt gewoon een 100 plus. Klaar, weet je. Hun zijn zo klantvriendelijk. En hun doen eigenlijk en wat ze qua opdrachten van ons uitgevoerd krijgen. Dus ja. Geef adviezen. Ja, adviezen. En daar doen ze wat mee. Ja, heel erg. We zijn er blij mee. Ja. Meedenken. Dus Roderick heeft nog het een en ander omcirkeld. En ja, dus dat geeft hij nog zometeen even af. Straks 7, 8. Waar ze eten, maar dan ga ik dus niet vloggen. Nee. Vanzelf, spreken. Nee. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hieronder. Doe het belletje gelijk aan. Als je van alles op de hoogte wil blijven. Dat is het leukste. En doe het duimpje omhoog hier ergens, ongeveer, niet helemaal hier, maar hier ergens. En laat een hele leuke reactie achter met Karin die een beetje aangeschoten is. En Roderick die niet helemaal lekker is, maar dan zeggen we altijd nog altijd. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer mensen. Doei!